If you've been partying for so long, like I have, you know that with every hardcore party there is this bus, such a Christian bus, where they speak about Jesus and God and stuff. So, this is such a bus. What? So, dit is us. Hallo meneer. Dag meneer en mevrouw. Ik zie er niet uit als een meneer, dacht ik zo. Nee. Maar u staat hier natuurlijk voor het woord van God. Amen. Ja, en ik geloof ook in God. Dat is sowieso waar. Ja, maar de mensen die hier komen, wat is eigenlijk uw doel? Wat wilt u daarmee? Ik bedoel... Mensen te bereiken. Mensen te bereiken. Het woord van God. De evangelie van Jezus Christus, dat hij gestorven is voor ons aan het kruis. Voor iedereen. Maar de mensen die hier komen, die zijn natuurlijk helemaal van de kaart. Dus dan komt het eigenlijk helemaal niet aan wat u zegt. Nou, dat gaat gebeuren. Klopt. Ja? Wonderen zijn de wereld echt nog niet uit. Dat klopt, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja, dat gaat gebeuren. We spreken ze gewoon na. Oké. Okay. Sommigen die willen het wel horen en de anderen niet. En dan beklijft dat vanzelf een beetje. Ja, en dan komen ze misschien thuis en hé, dat heb ik toch gezegd. Nee, geloof mij. Nee. Ja hoor. Ja? Ja, denkt u dat echt? Weet ik zeker. Ja, dat God tot zich spreekt? Niet iedereen. Nee, niet iedereen. Ah, God, ja. Ja. Oh. Heilige Geest zeg ik dan, maar goed. God spreekt. Aardige Geest? De Heilige. Oh. Hij is sowieso aardig. Ik voel me ontzettend gezegend met alle dingen die goed gaan in mijn leven. Dus, en dan blijft u de hele nacht hier staan? Nee, tot een uur of drie. Dan worden we afgelost. Oh, dan wordt u afgelost. Ja, dat klopt. Ja. En is er misschien iets voor de kijkers thuis wat u mee zou willen geven? Wat vindt u nou belangrijk hier om hier te staan? Wat is hier nou belangrijk? Wat ik belangrijk vind, dat ik het woord van Jezus Christus mag vertellen. Dat hij gestorven is voor ieder mens. En dat wij gerechtvaardigd zijn voor God. En dat is een fantastische mooie boodschap. Maar gerechtvaardigd om allemaal slechte dingen te doen? Nee, tuurlijk niet. Oh. Wij zijn gerechtvaardigd door het kruisoffer van de Heer Jezus Christus. Zijn wij? Christus. Jawel, zijn wij. Zijn wij gerechtvaardigd. Alle zonden zijn vergeven, hoe gek het ook was. Dat klopt. Moet je ze niet leren doen natuurlijk. Ja, dat is het dus. Hè. Dat denken mensen dus serieus. Ja, ja. Hè, er is iemand aan het kruis gestorven voor ons. Ja. Dus onze zonden zijn al vergeven. Dus voilà, laten we maar weer verder zondigen. Maar zo werkt het niet, mensen. Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Oké, okay, nou, dank u wel voor uw tijd. Ik moet de bus halen en de trein. Graag gedaan. Dus, hier staat een bus. Ja, ja. De Jezusbus. Jezus komt spoedig. Amen. Amen. Nou, high five. High five. Zeg, ja. zeg maar Maranata. Sorry? Zeg maar Maranata. Maranata. Marinade. Oké. Okay. Oeh. Nou, dag. Dag. Succes. That was fun.